kan mezelf even heel kort voorstellen. Ik ben Yvonne Kruisinga, projectleider maatschappelijke diensttijd bij het NOV. En vandaag vooral moderator van deze sessie, omdat het geleid eigenlijk en begeleid gaat worden ook door Tanja Kuipers. Die gaat zichzelf dadelijk voorstellen, die gaat verder begeleiden. Deze kennisboost week hebben we allerlei sessies om allerlei mensen te inspireren op verschillende gebieden. En vandaag gaan we dus aan de slag met jongeren en hun motivatie om ook het vrijwilligerswerk te doen. En ik zag al een paar bekende gezichten ook, dus dat is leuk. En ook nieuwe gezichten, dus altijd leuk en welkom. Tanja gaat dadelijk presenteren en in contact met jullie. Ik hou vooral ook de chat en andere zaken in de gaten. Nogmaals is het dus zo dat een en ander echt allemaal op de site geplaatst wordt. Met het verzoek dat als je iets wil zeggen, zet dan even je camera aan en je geluid. Op dat moment kom je dus wel in beeld. Als je daar dus probleem mee hebt, hou je camera vooral dan even uit. Heb je vragen, zet ze in de chat. Ik hou het bij. En Tanja geeft voldoende gelegenheid dadelijk voor het stellen van vragen. En zal ook de tijd bewaken. Wellicht zijn we ook wel wat eerder klaar. En hebben jullie vervolgens nog vragen? Stel ze ook vooral aan mij of per mail of aan Tanja. En Tanja, dan wil ik jou eigenlijk wel het woord geven. En dan ga ik verder de boel in de gaten houden. Ja, nou, super fijn. Sowieso leuk om hier te zijn en wat meer te vertellen over de motivatie, wat wij weten over de motivatie van jongeren. Zoals je net al hoorde van Yvonne, ik ben Tanja. Ik werk voor NJR, de Nationale Jeugdraad. Wij zijn eigenlijk de koepelorganisatie van Nederland voor jongeren. We hebben heel veel jongere belangenorganisaties die lid van ons zijn. En samen werken we aan het behartigen van belangen van jongeren in de buurt, op lokaal of op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Dus in die zin zijn we een vereniging. En tegelijkertijd zijn we ook een projectorganisatie en organiseren we heel veel projecten voor en door jongeren. Ik ben zelf werkzaam bij het expertisebureau. Wat betekent dat ik eigenlijk mijn kennis en ervaring van de afgelopen jaren met werken met jongeren inzet om andere organisaties te begeleiden. Om jongeren zo goed mogelijk van zich te laten horen. En in die hoedanigheid ben ik betrokken bij de maatschappelijke diensttijd. En waar ik hier vandaag wat meer over ga vertellen is een onderzoek dat we hebben gedaan onder jongeren omtrent de motivatie. En daarin komen eigenlijk verschillende elementen heel mooi samen. Dus de samenwerking tussen NJR en de maatschappelijke diensttijd. En daar als link natuurlijk ook vrijwillige inzet. Vandaar dat ik door NOV gevraagd werd om hier wat meer over te vertellen. Ik zou graag even willen beginnen met het delen van mijn presentatie. Okay. Tanja, er is al wel één vraag in de chat. Misschien kun je daar heel kort antwoord op geven. Katka vraagt, hebben jullie ook verband met de NJI? Oh, wacht, sorry, ik ga delen tegelijkertijd. Wij zijn wel een aparte organisatie, om het zo even te zeggen. NJI werken wel heel veel mee samen, maar zij zijn eigenlijk wat meer in de rol, of zij werken heel veel ook met professionals die in de jeugdzorg of met jongeren werken. En wij zelf zijn eigenlijk meer dat we direct met jongeren werken. Dus ook heel veel projecten doen voor en door jongeren. Maar in die hoedanigheid werken we wel heel veel samen. We organiseren soms ook events of we wisselen ook heel veel kennis uit op dat vlak. Ik kan nu eigenlijk, nu ik het deel, dat is meteen voor jullie, ik kan helemaal niks zien. Nu dus ook als er eens in de chat wordt gezet, dan is het heel fijn als je dat even wil zeggen, Yvonne. Ik zou net al zei van ik wil wat vertellen over een onderzoek wat we hebben gedaan. Dan zal ik zo meteen zeker meer over vertellen over de achtergrond, et cetera, et cetera. Maar voor nu, om heel even een beetje beeld te krijgen van welke mensen hier zitten. We hebben het al gezien dat het best wel een mooie spreiding is regionaal. Maar ik ben ook heel erg benieuwd van jullie om te horen waarom je hebt ingeschreven voor deze workshop. Het is natuurlijk een hele grote kennisboost week. Er was volgens mij superveel aanbod, hele mooie sessies stonden klaar. Dus ik ben gewoon heel benieuwd om even te horen van waarom heb je voor deze sessie specifiek ingeschreven. Die antwoorden mag je in de chat gaan zetten. Als je wil. Ja, en Tanja, als jij hem in de presentatiemodus zet, kan je wel meer zien. Ik weet niet of jou dat nog lukt.
Ik dacht dat hij in de presentatiemodus staat. Oh, oké. Anders dan vertel ik gewoon de vragen. Ja, dat is heel fijn. Ik weet niet of wat er reacties komen uit in de ik chat. Ik zie maar... op dit moment wel mensen typen, maar ik zie nog geen vragen. Oké. Okay. Dus inderdaad, wat is dus je motivatie om aan te sluiten bij deze sessie? Ja, ik zie nou wel wat. Dus het is... Oké, onder andere wordt er gevraagd of er nieuwe inzichten zijn die echt uit onderzoek komen. Anja vraagt dat. Ik lees er even voor. Hè. Mm-hmm. Via het jongerenwerk ben ik een creatieve maakplaats aan het opzetten. En zou hier graag jongeren vanaf het begin af aan willen betrekken met projecten. Ik ben benieuwd met welke thema's en activiteiten ik jongeren kan bereiken. Dat vraagt Jolien. Isabelle vraagt, ik werk in een wijkcentrum. Willen daar graag meer vrijwilligers? Ook de doelgroep jongeren krijgen we nog niet echt binnen. Vandaar dat ik graag wat meer kennis wilde. Marja geeft aan, ik geef training werven van vrijwilligers. Ik ben expeditiebegeleider. Expeditiebegeleider van nieuwe gezichten. Werven van jongeren blijkt best lastig, dus er valt wel iets te leren. Yvonne geeft aan tips voor het werven van jonge vrijwilligers. Aranka die geeft aan, ik krijg vaak de vraag vanuit organisaties wat jongeren beweegt. Voor welke vrijwilligerswerk zijn ze te porren? En Anoushka geeft aan, bij projectleider maatschappelijke stage en betrokken bij Jong West-Friesland in actie. En ben benieuwd of ik nieuwe ideeën op ga doen om jongeren te werven. Er wordt nog meer gezegd, zoals Toon die aangeeft, gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers ligt boven de 60. Beschikken over 800 vrijwilligers, graag tips om jongeren te werven. En Gina die aangeeft dat een derde van het vrijwilligersbestand boven de 70 plus ligt. Dus die willen natuurlijk ook gaan verjongen. Ja, heb jij voldoende zo een beetje? Zeker, ja. Ik heb een beetje meegeschreven. Ik vind het ook leuk om te horen dat er best wel wat dingen... die sluiten denk ik heel goed aan. Of weet je, is ook wel wat overlap. Maar tegelijkertijd wil ik jullie ook alvast uit de droom helpen... dat ik jullie hier geen pasklare actieplan ga presenteren. Het doel van deze sessie wat ons betreft is erg om... nou ja, kennis te delen die wij hebben opgedaan... in deze specifieke context van de maatschappelijke diensttijd... waar we jongeren hebben bevraagd over wat zou volgens jullie... Wat maakt het waard dat je je vrijwillig zou willen inzetten? Nou, daar hebben we, ik zal zo meteen wat meer over vertellen, maar groot onderzoek over gedaan. En op basis van die uitkomsten hebben we een segmentatiemodel ontwikkeld, waarbij we eigenlijk een aantal verschillende profielen onderscheiden. Wat jongeren eigenlijk, wat hen motiveert om zich vrijwillig in te zetten. En wat daar aan verbonden is, is ook wat zij daarvoor terugverwachten of wat zij daarvoor nodig hebben om het voor hen het waard te maken om hun tijd te investeren. Dus de opzet van vandaag, zal ik jullie vast even wat kort in meenemen, is, ik zal zo meteen wat kort vertellen over de maatschappelijke diensttijd zelf, waar natuurlijk nauw aan verbonden is, de achtergrond en de aanleiding van het onderzoek. En dan neem ik jullie heel graag mee in die verschillende profielen. We hebben in totaal 7 profielen gesignaleerd. Dus daar vertel ik een beetje kort over wat zijn de drijfveren die wij hebben gezien in dit onderzoek. En ook wat zijn de succesfactoren daarin om hen op die motivatie eigenlijk te kunnen bedienen. Maar de inzet van vandaag is vooral om kennis over te dragen. En ik hoop jullie met een aantal vragen tussendoor ook aan de slag te zetten om te kijken hoe is het toepasbaar voor jullie zelf. Misschien doe je weer inzichten op die je weer kan meenemen in het in de plannen die je misschien aan het maken bent rondom het werven, rondom de verjongingsstrategie die je wil inzetten. Maar ik wil vooral wel even duidelijk, het is een heel klein stukje van wat jullie zouden kunnen doen en hoe je aan de slag kan gaan. Maar ik hoop gewoon met dit segmentatiemodel iets meer inzicht te geven in alle verschillende drijfveren en eigenlijk alle verschillen die er in de doelgroep jongeren, die we daarin kunnen onderscheiden. Dus dat even in het kort. Anja, nog één laatste vraag die Paulien aangeeft. Dus die wou ik je nog meegeven, omdat die wel mooi aansluit, denk ik. Zij zijn gestart met een project om jonge vrijwilligers langer aan hun stichting te binden. Ze is erg benieuwd naar de relatie van motivatie en beloning van jonge vrijwilligers. Dus wellicht komt dat ook aan bod. Dus dat waren de vragen.
Ja, dus dat voor zometeen. Ik neem jullie graag mee in de verschillende profielen. En daar hebben we ook een soort van succesfactoren aan verbonden. Dus wat heb je nodig om hen aan te spreken? En hoe kun je hen goede begeleiding bieden die ook aansluit bij de verwachtingen die zij hebben? Dus dat komt zometeen wel aan bod. Dus dat sluit denk ik hartstikke mooi aan. Even kijken. Ja, dus dan... Als er verder niet nu nog vragen of nieuwe dingen zijn, dan... Nee hoor, nee, je kunt gewoon Top. Dan ga ik door. Want voordat we helemaal duiken in de motivatie van jongeren en hoe jongeren, waarom en wanneer en hoe jongeren zich vrijwillig inzetten, vond ik het wel goed om nog even wat context te geven over de aanleiding eigenlijk van dit onderzoek. Dit onderzoek is gedaan in het kader van... de maatschappelijke diensttijd. Nou, wat heb ik opgeschreven? Wat is eigenlijk de maatschappelijke diensttijd? Ik weet niet, zijn mensen, dat is misschien al meteen een vraag waar jullie op de chat ook kunnen reageren. Wie is bekend met de maatschappelijke diensttijd? Kunnen we handjes zien of zo? Ja, Aranka inderdaad. Hielke. Isabella, Rina. Oh, top. Kijk, dan kan ik, dan hoef ik niet helemaal van begin tot eind. Maar in het kort, intussen is een maatschappelijke diensttijd eigenlijk een netwerk van maatschappelijke scholen, of maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en het Rijk. Het is geïnitieerd vanuit het Rijk, werd in het regeerakkoord gezet. Hey, we moeten een maatschappelijke dienstplicht, was het toen nog, gaan opzetten voor onze jongeren. Want anders gaan zij zich nooit meer vrijwillig inzetten. Daar is NJR toen onder andere met een aantal partijen op aangehaakt, ook NOV, vanuit het idee van ja, als we dat gaan doen, dan superleuk, maar dan moet het wel goed gebeuren. Dus dat betekent dat het moet aansluiten bij wat er al is. Er is superveel kennis vanuit heel veel vrijwilligersorganisaties, hoe je dat goed doet. Vanuit de NJR hebben we veel kennis over hoe je jongeren daarop kunt bevragen of hoe je hen iets kan bieden wat voor hen waard is. En daar is eigenlijk deze hele samenwerking uit ontstaan. Dus momenteel werken heel veel verschillende partijen samen aan de maatschappelijke diensttijd. Nou, die is er dus voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. En daarin staan drie pijlers centraal. Ontdekken waar je goed in bent. Het ontmoeten van anderen. En iets goeds doen voor een ander. Nou, die drie elementen komen terug in eigenlijk alles wat jongeren in het kader van de maatschappelijke diensttijd doen. En ik kan nog even kort een filmpje daarvan laten zien. Maatschappelijke diensttijd. Zo willen wij ons inzetten voor de toekomst en voor de anderen. Wij zijn de toekomst en met MDT kun je het ver schoppen. MDT heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling en om anderen te helpen. Het MDT heeft al voor meer dan 20.000 jongeren een platform geboden waarin zij zich kunnen ontwikkelen, hun ervaringen kunnen delen en zich kunnen inzetten voor hun omgeving. MDT betekent voor mij diversiteit, inclusiviteit en vrijheid. MDT is geen inrichtingsverkeer, maar gaat over ontmoeting en verbinding. Wat ik voor altijd met me meeneem zijn de vele skills en vaardigheden die ik heb ontwikkeld tijdens mijn MDT. Iets wat ik altijd zou meenemen vanuit het MDT is altijd het gesprek met een ander aan te gaan. Iedereen heeft een verhaal te vertellen waar jij iets van kan leren en wie weet kan een ander ook iets van jou leren. MDT heeft ons veel gebracht. Een kans, ontwikkeling en in verbinding staan met de samenleving. Daarom blijven we ons hiervoor inzetten en proberen we steeds meer mensen met MDT aan elkaar te verbinden. We zijn nog lang niet uitgespeeld. Nemen jullie onze bal ook aan? Nou, zoals je ziet, is de maatschappelijke diensttijd inmiddels uitgegroeid tot eigenlijk een heel groot netwerk door het hele land. Waar superveel verschillende partijen aan verbonden zijn. En dit onderzoek stond eigenlijk aan de... Hoe zeg je het? Beginfase van de maatschappelijke diensttijd is heel erg gaan kijken van oké, we kunnen iets gaan ontwikkelen voor jongeren. Er is heel veel geld beschikbaar. Dus als we ervoor willen zorgen dat het ook goed terechtkomt, dan is het belangrijk dat we jongeren daar heel goed in betrekken. En dat zij heel goed aangeven wat volgens hen een maatschappelijke diensttijd zou moeten zijn of waar het aan zou moeten voldoen. Nou, in dat kader heeft NJR samen met onderzoeksbureau Kantar een onderzoek uitgevoerd. En
Het segmentatiemodel dat ik zo meteen over ga vertellen, is dus tot stand gekomen middels dit onderzoek. Dus er is kwantitatief onderzoek gedaan en er is ook kwalitatief onderzoek gedaan. En daar zijn dus verschillende type jongeren bevraagd, vanuit verschillende achtergronden, regio, nou, noem maar op, is best wel divers. En wat Kantar heeft gedaan, is zij zijn met een segmentatiemodel gekomen. En vanuit NJR zijn er focusgroepen georganiseerd om net wat meer kleuring en verdieping aan te kunnen brengen binnen dat segmentatiemodel, om daar net wat meer aanvulling aan te geven. En ik wil je heel graag wat meer vertellen over dat onderzoek, omdat ik denk, ook binnen NJR gebruiken we het nog veel, omdat het helpt om bepaalde woorden of bepaalde profielen te gebruiken. Dat helpt je heel goed om na te denken over wat is nou eigenlijk mijn doelgroep en wat is nou eigenlijk mijn aanbod. Dus dat is een beetje de achtergrond waarvan ik jullie graag wat meer wil vertellen. En ik kan nog heel kort daar even doorlopen, want dit zijn natuurlijk ook allemaal vragen die gesteld zijn in het kader van de maatschappelijke diensttijd. Dus dat zul je ook wel vaak terug zien komen, dat het heel erg gaat over jongeren X vindt het interessant voor de maatschappelijke diensttijd. Maar goed, een van de elementen vanuit de maatschappelijke diensttijd is vrijwillige inzet. Dus ik denk dat een aantal profielen of aantal dingen die jongeren nodig hebben ook heel goed zouden aansluiten bij projecten die niet per se de maatschappelijke diensttijd zijn. Nou, om toch kort nog heel even wat te delen uit de algemene resultaten, is dat we zagen dat 65% van de jongeren die we hebben bevraagd zou zeker wel interesse hebben om met de maatschappelijke diensttijd mee te doen. Daarvan zagen we dat 20% van de jongeren zich al vrijwillig inzet. En jongeren die een achterstand ervaren staan over het algemeen meer open voor een maatschappelijke diensttijd. Dus je zag heel duidelijk terug dat zij misschien ook wel meer behoefte hebben aan de maatschappelijke diensttijd. Tot slot hebben we ook gekeken naar het wanneer. En dan zag je heel duidelijk terugkomen dat vooral tijdens de middelbare school of in het tussenjaar MDT heel passend is, of eigenlijk een mooie aanvulling is op wat jongeren al bezighoudt of waar ze over het algemeen al druk mee zijn. En dan, voordat we echt gaan duiken in dat segmentatiemodel dat ik jullie meeneem in de verschillende profielen, ben ik eigenlijk wel benieuwd om even te horen ook van jullie van, goh, in het werk dat jullie doen en de jongeren waarmee je werkt, welke motivaties hoor je vaak terugkomen? Dat is één vraag waar ik benieuwd naar ben. En tegelijkertijd ook, welke motivatie om je vrijwillig in te zetten is jou bijgebleven of heeft jou veel indruk op jou gemaakt? Ik zit te denken om heel even te stoppen met delen, want dan kan ik weet niet of dat mijn instellingen zijn, maar ik zie nu helemaal niemand. Dus ik stop even met delen, dan kan ik jullie zien en dan hoor ik heel graag misschien wel iemand er iets over vertellen. Wat zie je nu in je werk terugkomen? Sowieso stond er nog een handje van Paulien, maar ik weet niet zeker of het een oud handje was of niet. Paulien, anders moet je maar even of beeld aandoen of als het een oud handje is mag je hem wegdoen. En jouw vraag misschien even opnieuw stellen, Tanja, of jouw twee vragen. Nou ja, mijn eerste vraag, welke motivatie zie je vaak terugkomen voor jongeren om zich vrijwillig in te zetten? Of als je nog niet zoveel met jongeren werkt, welke motivatie zie je onder vrijwilligers veel terugkomen? Gewoon even een beeld te krijgen van wat er zo al leeft. Oh, ik zie de chat niet zo wacht. Iemand wilde ooit arts worden en door middel van vrijwilligerswerk ervaring opdoen in werken met mensen, je inleven in een ander. Oké, dus dat is een soort van kennismaking met het veld. Er is een hele andere die ook natuurlijk wel, heb ik ook wel voorbij horen komen. Het moet van school, maatschappelijke stage. Ik wil me wel vrijwillig inzetten, maar vooral niet te vaak of niet te lang. Dus daar zie je ook al een beetje dat het misschien schuurt met ik moet het en ik wil het. Bij ons helaas niet veel jongeren. Bij andere vrijwilligers vooral dagbesteding en sociaal contact als motivatie. Iets betekenen voor jongeren in de buurt. Oké. En dan ben ik nu misschien eens een motivatie of een gesprek of wat je ooit hebt gehoord van een vrijwilliger, wat je heel erg is bijgebleven. Nog iets wat iemand wil delen. Oké, nou dan ga ik even kijken op mijn scherm. Oh, in eerste instantie punten behalen. Na de ervaring blijven er wel studenten hangen omdat ze er voldoening uit halen. Kijk, dat vind ik interessant. Dus dat het eerst soort van verplicht is of was
Maar door uiteindelijk aan de slag te gaan, dat er toch ergens een vuurtje aangaat om nog langer betrokken of vrijwillig betrokken te blijven. Stage lukte niet, nu middels vrijwilligerswerk. Dus lukt het dan om een bepaalde baan te halen of iets in het leven te behalen? Ik zie nog twee mensen typen en dan ga ik weer graag door naar een stukje over het segmentatiemodel. Ik had een jongere die graag iets met auto's wilde, maar dat is er niet. We hebben voor hem iets gevonden bij een oorlogsmuseum. Sleutelen aan auto's als gastheer. Hij is er blijven hangen als vaste vrijwilliger. Kijk, mooi. Oké. Dan ga ik weer naar mijn scherm. Yes, nou in ieder geval dankjewel voor het delen. In ieder geval van de dingen die jullie voorbij zien komen. Dus even hier. Dan had ik het net al even kort over het segmentatiemodel. Wat de basis van dit onderzoek eigenlijk is geformuleerd. Nou, ik wil al vooraf een warning doen. Met dit segmentatiemodel ga je natuurlijk hokjes denken. Je gebruikt deze structuur om wat meer inzicht te krijgen in de factoren die bepalen, nou ja, waarom sommige jongeren zich wel vrijwillig inzetten, waarom sommige jongeren niet. En nou ja, welke beweegredenen er eigenlijk achter zitten. Natuurlijk is het nooit zo dat als je iemand in een bepaald hokje plaatst, dat dan niet meer kan veranderen. Of dat diegene alleen maar zich in dat hokje terugbrengt. Maar heel even als wat ik in het begin ook al zei, we gebruiken dit eigenlijk om voor jezelf wat meer duidelijkheid te krijgen over welke jongeren wil ik nu eigenlijk aanspreken en waarom. En door vanuit het segmentatiemodel naar te kijken, krijg je veel meer inzicht in hoe je dat al goed zou kunnen doen. Maar het is natuurlijk nooit dat dit vaststaat of dat dit de enige manier is om er naar te kijken. Dus dat is even de warning. Maar soms door dingen te versimpelen krijg je wel iets meer inzicht in hoe dingen met elkaar samenhangen. Dus vandaar dat we ervoor gekozen hebben om dit zo in te richten. En dan wil ik heel kort even toelichten op de verschillende dimensies waar we dus uiteindelijk die profielen op hebben geformuleerd. Eigenlijk hebben de onderzoekers gekeken naar vier dimensies waarin je dus waarin jongeren zichzelf kunnen onderscheiden op welke manier zij graag zich vrijwillig zouden willen inzetten. Dus in eerste instantie is er dus gekeken naar de mate, naar de proactiviteit. Dus dat is de mate waarin jongeren oplossingsgericht zijn en dus ook problemen die ontstaan durven en willen aanpakken. Daarnaast de achterstand, dat hoorde je net ook al terugkomen in de conclusies, dat de mate waarin jongeren zelf ervaren dat ze dingen hebben meegemaakt die negatieve effecten op ze hebben. En waardoor dus voor zorgt dat ze het gevoel hebben dat ze nog niet zo ver zijn als dat ze zou kunnen zijn. Dan idealisme. En dat is dus de mate waarin jongeren willen bijdragen aan een betere wereld. En tot slot beïnvloedbaarheid. En dat is de mate waarin jongeren bij het maken van keuzes rekening houden met anderen of niet. Dit zijn eigenlijk vier dimensies die we hebben gebruikt om vervolgens de verschillende profielen op te baseren. Ik ga zo meteen elk profiel even kort langslopen. En dan zie je ook de verhouding waarin deze verschillende dimensies eigenlijk terugkomen in het profiel. En daarin kun je dan ook zien wat soms net het onderscheid van een profiel is. Dus je denkt, een aantal dingen in deze motivatie komen best wel overeen. Maar dan kun je bijvoorbeeld zien dat de beïnvloedbaarheid bij het ene profiel wat sterker is dan bij het andere profiel. En dat helpt gewoon heel goed om later ook te bepalen van hoe wil je deze jongeren aanspreken? Hoe zou je deze jongeren willen betrekken? Maar verder wil ik niet te lang stilstaan bij de achtergrond of waarom tot deze keuzes zijn gekomen. Want dat staat allemaal in het onderzoeksverslag. Daar kunnen we later over doorpraten. Maar voor nu had ik ervoor gekozen, want ik wil het wel graag laten zien. Omdat het inzicht geeft op hoe dingen van elkaar verschillen. En dat je een beetje idee hebt waar die keuzes of waar die verschillen dan op gebaseerd zijn. Dan zijn we nu gekomen tot de verschillende motivaties. We hebben er zeven profielen onderscheiden. Dat zijn de carrièremakers, de bijdragers, de opklimmers,
de verbeteraars, de teruggevers, de comfortzoekers en de overwegers. Dus als je kijkt naar alle jongeren die zich overwegen zich vrijwillig in te zetten, zou je dit in 7 manieren kunnen uitsplitsen voor 7 verschillende achtergronden, om het even zo te zeggen. Dan beginnen we bij de eerste, de carrièremakers. Je ziet al, voor hen is het belangrijk, ik ben druk met mijn toekomst. Zij hebben een duidelijk beeld van hun toekomst en de ambitie die daarbij hoort. En zij zijn dus heel erg bezig met hun eigen pad en laten zich ook niet zo snel afleiden. En hoe zij dus staan tegenover een mogelijke maatschappelijke diensttijd is... het zou leuk zijn als een manier om in je cv te werken, maar het moet vooral niet afleiden van het pad wat ze al aan het belopen zijn. En dat moet daar vooral aan bijdragen. Nou, hier zullen ze opnieuw alvast terugkomen. En dat is voor elk stukje zo meteen. Dat het heel erg toegespitst is op maatschappelijke diensttijd. Maar ik denk dat, of dat zien we eigenlijk binnen AR ook terug. We gebruiken het ook voor andere projecten. Dus je zou dit ook als in plaats van waar vrijwilligerswerk staat, of waar maatschappelijke diensttijd staat, zou je ook vrijwillige inzet kunnen lezen. Dus carrièremaker weet wat hij wil en zou wel vrijwillige inzet willen doen, mits het bijdraagt aan datgene waar hij naartoe aan het werken is. Dus dat zit heel erg in het stukje ambitie. Tanja, heel praktisch even vraag je dat het vrij klein is, de presentaties. Is er een mogelijkheid dat je het iets groter kan maken? Dat is natuurlijk altijd lastig. Ik zit namelijk al helemaal fullscreen te werken. Ja, je zit fullscreen inderdaad. Even kijken, ja. Kan ik dan nog inzoomen of zo? Dat ligt misschien aan hoe groot scherm je hebt. Hij staat inderdaad in de verkeerde modus. Even kijken, kan jij opnieuw... even kijken, naar jouw eigen... Waar staat de presentatiemodus? Ja, maar daar, bij mij staat die... Die staat bij jou op... Ja. Dan is het wel apart natuurlijk. Als iemand daar een goede tip over heeft, want het gaat bijna mijn pet ook te boven, maar ik ga het wel even kijken. En zo, hey, dan is het nu anders? Je hebt nu niks gedeeld. We zien jou nu wel mooi in beeld, maar het is... Even zoeken hoor. Dan ga ik even opnieuw delen. Misschien is het verschil wat ik een scherm of de... hoe heet het? Vensterdeel. Ik kan het proberen even mijn scherm te delen. Ja, het werd geadviseerd om het venster te doen, maar het kan best zijn dat het scherm in jouw geval handig is. Hij is nog steeds inderdaad klein, maar wellicht als je hem... En nu, want nu klik ik hem op delen, zeg maar. Nu wordt hij bij mij groot. En komt hij is voor mij te lezen. Je ziet geen verschil, want nu heb ik hem dus niet de presentatie nodig. Ja, het is goed zo. Wel. Het is goed zo, hoor ik. Lees ik. Ja, dus dankjewel. Okay. Ja. Ja, het is voor mij lastig dat ik niet zie wat jullie Nee, zien. Maakt niet uit. Het is nou goed en anders lees ik het in de... Oké. Laatste stukje viel weg, maar laten we gewoon laten we doorgaan. Dus we hebben net de carrièremakers gehad. En nu hebben we de bijdragers en de opklimmers. Voor de bijdragers zit het heel erg in. Zij zijn open, leergierig. Zijn nieuwsgierig in de wereld, naar de wereld om hen heen. Het zit niet altijd mee, maar toch doen ze graag iets voor anderen. En voor hen is dus vrijwilligerswerk bijna iets logisch om te doen. Dus hun houding tegenover de maatschappelijke diensttijd is... het is gewoon een manier om zinvol te zijn. En het is ook een kans om te laten zien wat je nou eigenlijk kan, wat je in huis hebt. Nou, daarnaast hebben we de opklimmers. En dat zijn mensen die echt wel ervaren dat ze niet alle kansen in het leven hebben weten te verzilveren. Of niet alle kansen in het leven hebben gehad. En ze hebben op dit moment hun handen vol aan hun eigen leven, inkomen, leven vormgeven. En daarom kijken zij naar de maatschappelijke dienst als een manier wat nuttig zou kunnen zijn om te kijken welke richting bij ze past. Of welke richting ze in hun pad zouden willen kiezen. Maar dat kan alleen als de basisvoorwaarden of de randvoorwaarden in hun leven goed geregeld zijn. Dus bijvoorbeeld als zij zich heel veel zorgen moeten maken of hoe ze hun opleiding kunnen afronden of voldoende geld hebben om rond te komen. Wordt het voor deze groep heel lastig om zich ook vrijwillig in te zetten. En hierin zie je dus bijvoorbeeld dat verschil in dat segmentatiemodel dat bijdragers... dat gebied wel meer beïnvloedbaar zijn. Hè? Dus ook dat ze kijken naar wat vindt hun omgeving van de keuzes die ze maken. Of hoe profileren zij zich in hun omgeving. En dat voor de opklimmers het feit dat zij een achterstand hebben of ervaren. Dat vooral belangrijk is in de beslissing om zich vrijwillig in te zetten of niet.
Tanja, er wordt gevraagd om zometeen nog heel even slide 1 te laten zien. Ja. Niet om jou in verwarring te brengen, maar dat... Ik kan hem even terugbrengen. Overigens, dat had ik misschien aan het begin al moeten zeggen. Deze presentatie, deze workshop is gebaseerd ook op het onderzoek. We hebben ook een groot onderzoekverslag daarvan. Die staat bij ons op de website en op de laatste slide zo meteen aan het einde. Zal ik die nog even delen. Dus kun je het hele verslag ook downloaden met ook alle achtergronden of keuzes hoe dit tot stand is gekomen. En bijvoorbeeld als je meer wil weten over welke jongeren hierin bevraagd zijn. Nou, al die informatie is terug te vinden in het onderzoeksverslag. Dus, en daar vind je ook alle tabellen en informatie. Dus dat is misschien even goed om te weten. En nu ben ik heel benieuwd of dat we hier nog vragen over zijn, of dat ik gewoon door kan gaan naar de volgende. Geen vraag in de chat, dus ik denk dat je door kan hoor. Oké, dan gaan we naar een stukje algemene ontwikkeling en idealisme. Daarin zien we de verbeteraars en de teruggevers. De verbeteraars die zijn dus heel erg bezig met de ontwikkeling van zichzelf, de wereld om hen heen. En die doen ook wel al vrijwilligerswerk, maar ze zijn ook heel serieus bezig met hun eigen ontwikkeling. En daarin zien ze dus MDT vooral als een manier om zichzelf verder te ontwikkelen, ook de wereld te verbeteren, als die kans daarvoor is, maar vooral voor zichzelf om zich verder te ontwikkelen. En als je kijkt naar de teruggevers, dat zijn mensen die hebben weinig weerstand ervaren, die hebben hun zaken op orde en die voelen dat er ruimte is voor een ander en willen dus graag iets terug doen voor een ander. En zij zien dus de maatschappelijke diensttijd, vrijwilligerswerk, als een manier om zichzelf te ontwikkelen, maar ook om iets terug te doen voor een ander. En dan heb je tot slot de comfortzoekers en de overwegers. Nou, de comfortzoekers beschrijven we hier als mensen die gericht zijn op hun eigen leven en wat minder bezig zijn met de wereld verbeteren. Ze willen vooral weten hoe dat wat ze gaan doen zichzelf verder gaat brengen. Ze kunnen wat passief overkomen op het gebied van vrijwilligerswerk en doen verder ook niet veel bijzondere dingen naast bijvoorbeeld hun studie of hun werk. Voor hen is de maatschappelijke diensttijd op vrijwilligerswerk een goede manier om... misschien aan een baan te komen. Dus ze staan er zeker wel voor open, vrijwillige inzet. Maar er moet wel een duidelijke beloning tegenover staan. Dan zijn zij, wordt het voor hen ook logisch om zich vrijwillig in te zetten. En dan als laatste nog de overwegers. En die zie je dat zij wat meer zoekende zijn. Ze weten niet zo goed welke kansen op willen. Ze zijn misschien ook wat afwachtend in dat uit te zoeken. En voor houvast zijn ze dus ook heel erg afhankelijk van hun omgeving. En voor hen zou vrijwillige inzet, in dit geval de maatschappelijke diensttijd, een manier kunnen zijn om bijvoorbeeld hun baankans te vergroten. Maar daarbij is het opnieuw heel belangrijk dat het vooraf duidelijk is wat het hen potentieel zou kunnen opleveren. Dus dit zijn even in het kort de verschillende segmenten met een korte beschrijving daarbij. Ik zou nu heel graag even van jullie willen horen. Eigenlijk als eerste, we hebben verschillende segmenten besproken. Wat is voor jou zelf het meest interessante segment wat je net hebt gezien? En voor mij mag je gewoon even je camera aanzetten, of je handje omhoog, nu geef ik je de beurt. En dan zet je camera aan om even, te, als je dat comfortabel, als je je comfortabel voelt, om even te vertellen wat, welke van de segmenten je aanspreekt. Aranka. Ik weet even niet meer de term die je bij Elke hebt gebruikt, maar ik zie op dit moment veel hbo-studenten die MDT gebruiken om nog wat extra praktijkervaring op te doen en al bezig te zijn met hun netwerk op te bouwen. Bedoel je daarmee in jouw eigen omgeving of bedoel je in het... Nee, binnen ons MDT-project. Ja, dus dat met name de groep die we bereiken. Ja, ja. Kijk, en anderen nog? Hallo. Hoi. ik vind vooral de... Ik heb ook even de namen er niet meer bij. Maar vooral degene die zichzelf willen ontwikkelen. Vind ik op dit moment heel interessant. Ook voor onze stichting. Maar met name ook de laatste twee die je liet zien. Van hoe je nou iets kan betekenen in kennis over wat je
daarna wil doen. Of de mogelijkheden richting een baan. Dat is wel iets wat ik heel interessant vind. Om verder te onderzoeken ook. Van waar daar de mogelijkheden liggen om vrijwilligers te begeleiden ook. Ja. Ja, dus dat vrijwillige inzet tijdens eigenlijk een soort van stapje in kan zijn naar bijvoorbeeld een baan. Terwijl het misschien dat je nu gericht bent meer op mensen die iets willen teruggeven voor de maatschappij. Zo, ik zeg maar even iets. Ja, dus dat. Oké, interessant. Dat sluit eigenlijk, misschien kunnen we daar meteen aan door. Want mijn volgende vraag was van, op dit segment zou de organisatie zich meer moeten richten? Ik kan nog heel even het overzicht van alle segmenten in beeld brengen. Dat is misschien net wat makkelijker om over te praten. Maar dan zie ik dus weer niet jullie. Dus dan aan die volgende vraag als iemand een handje heeft. Dus als je nu dit een beetje gehoord hebt. Nu je dit zo ziet, van op welk segment zou je als organisatie zijn? Of je project weer wat meer juist willen richten die je misschien nog niet zo vaak tegenkomt? Katka vraagt nog wel, is er een percentage van welke groep het meest voorkomt? Ja, in het, ik kan het zo meteen even opzoeken in het verslag, ik weet het zo niet uit mijn hoofd. Maar eigenlijk ook voor elk profiel is daar ook in dit onderzoek gekeken naar van hoe zit dat demografisch, man, vrouw. Leeftijd geloof ik en type opleiding. En ook is er inderdaad een verdeling van welk segment nu het meest duidelijk naar voren kwam. Maar het is misschien goed om te weten dat deze jongeren zijn bevraagd op basis van een steekproef. Dus het zou zomaar kunnen, weet je, dat op een andere manier dat daar weer andere resultaten oplevert. Of nu bijvoorbeeld dat maatschappelijke diensttijd op meer plekken wordt aangeboden, dat het ook weer anders is. Dus ik kan daar nu niet een eenduidig antwoord op geven. Ja, best helder hoor, want er zit een duimpje bij. Dus misschien jouw andere vraag nog een keer herhalen die je had. Ja, wel, op welk segment zou je je wel meer willen richten? Misschien in jouw werkzaamheden of nu je van de verschillende hebt gehoord? Of juist niet, of bevestigt het dan als dat zo is, hoor ik dat ook graag. Misschien bevestigt het heel erg. Je denkt, oh ja, hier richten wij ons op en dit is ook, hier hebben wij een goed aanbod voor. Dus misschien wel meer algemene reactie op deze verschillende profielen. Anders gaan we gewoon door. Er is een reactie van Gina, alleen die heeft de microfoon uitstaan. Maar Gina die wil al even reageren. Bij mij loopt Gina vast. Gina, ja, nee. Misschien laten we zo meteen. Ik wil anders ook wel reageren. Ja. Want ik merk bij ons dat het stukje zeg maar zelfontwikkeling, dat we ons daar ook wel wat meer op moeten focussen. Dat soms de aandacht voor vrijwilligers ook een beetje achterblijft, merk ik. Dus dat het wel goed zou zijn om ervoor te zorgen dat er meer uit te halen valt voor vrijwilligers, zeg maar, om bij ons te komen. Ja, ja. Ik denk als je dat goed in kan zetten of goed inzichtelijk kan maken wat het, wat het ze oplevert, dat je een sterker wervingsverhaal hebt. Dat het ook makkelijker lukt om mensen daarin te overtuigen. Want dan boor je dus precies aan waar zij behoefte aan hebben. Ja, inderdaad. Ja, dus dat vind ik wel een fijn inzicht. Goed zo. Nou, dat is leuk, want zometeen gaan we eigenlijk per profiel ook nog even doorlopen in wat wij dan zien. Van, goh, dit zijn interessante manieren om die jongeren in dit segment te werven. En dit is handig om mee te nemen in bijvoorbeeld de begeleiding of datgene wat je ze aanbiedt. En dat hebben we ook gedifferentieerd per segment. Dus daar zal ik zometeen nog even doorheen lopen. Ja. Super. Gina die staat bij mij nog steeds op stil beeld. Maar Gina, mocht je mij horen en je hebt straks de kans, dan schiet de vraag maar in de chat of zo. Ja, of precies. Ja. Of als er zometeen nog vragen, ook in het volgende stukje of meer toelichting. Gina, dan. Gina geeft gelijk al aan. Geluid doet het niet. Carrièremakers. Saxion Hogeschool heeft het zogenaamde maatjesproject van 1-op-1 contact met bewoners. Kunnen onze toekomstige collega's zijn, gezien het te verwachten tekort aan medewerkers, is dit een kans. Dus dat maatjesproject bij de Saxion, dat ziet zij met name. Hè? Dus de carrièremakers, ja.
Ja, nou ik denk, en dat ga je zo meteen dus ook zien, wat mij heel erg hielp in dit onderzoek is dat, want wij binnen een jaar hebben natuurlijk ook verschillende projecten, maar door nog een keer na te denken van, als je dit type jongeren in je groep hebt of dit type jongeren, dan kun je hen soms net andere werkzaamheden bieden, maar ze ook net op een andere manier benaderen, waardoor zij een beetje binnen hetzelfde project voor zichzelf dingen eruit halen die voor hen relevant zijn. Dus ik denk dat je ook binnen zo'n bestaand project daar zeker wel accenten op kunt aanbrengen, als je nu duidelijk ziet van, hey, hier ligt een mooie verbinding. Ja, leuk. Verder geen vragen op dit moment. Oké, top. En dan gaan we even door. Even snel doen. Oké. Yes, dus dan gaan we weer terug naar de carrièremakers. Dus wat we zien in het bereiken van deze jongeren, dus misschien wel de jongeren vanuit de hogeschool, is, hechten veel aan status. Dus dan is het heel goed om rolmodellen of mensen met aanzien te gebruiken en die expliciet in je werving terug te laten komen. Omdat dat voor hen een reden kan zijn om zich ook te verbinden aan jouw project. En tegelijkertijd, dit stukje gaat weer specifiek over de maatschappelijke diensttijd. Maar ik denk dat je dat heel makkelijk kan inzetten in alle vrijwilligerstaken die jullie binnen jullie organisatie hebben. Dat je heel duidelijk maakt hoe die inzet die zij doen, die vrijwillige inzet, maar vaak ook de talentontwikkeling daarbij komt, hoe dat echt een plusje op hun cv kan zijn. Op die manier maak je het heel aantrekkelijk voor juist de carrièremakers om bijvoorbeeld jouw project te overwegen. En hier gaat een stukje over wat je dus kunt doen in de begeleiding. Nou, daarin zie je ten eerste van, dit zijn jongeren die hebben behoefte ook aan veel verantwoordelijkheid. Dus zorg ook dat je ze niet te klein maakt, maar dat ze juist bijstuurt in plaats van aanstuurt. En daarnaast is het voor deze groep ook heel belangrijk om ook alweer opnieuw dat stukje status of professionele uitstraling. Dus als je dat binnen de taken die je hen geeft of binnen het project waarin je ze wilt binnenhalen kunt waarborgen, dan zul je goed aansluiten bij de behoeften van de carrièremakers. Dan kijken we even naar de bijdragers. Voor bijdragers is het heel belangrijk om vanuit hun kwetsbaarheid hun kracht te kunnen maken. Deze jongeren hebben vaak een verhaal of weten heel goed wat ze gebracht heeft, waar ze nu zijn. En voor deze groep jongeren is het heel interessant om hen ook echt een podium en plek te bieden. Dat is iets wat voor hen het relevant maakt om zich vrijwillig in te zetten. En voor deze specifieke doelgroep is het bijvoorbeeld heel belangrijk om korte lijntjes te houden, veel contact met ze te hebben en veel persoonlijk contact. En je ziet ook van, zij dragen een verhaal met zich mee. Dus daarbij is het super belangrijk dat je echt investeert in de relatie met ze, dat zij zich gezien en gehoord voelen, waardoor ze ook de ruimte hebben om vanuit zichzelf, vanuit hun kwetsbaarheid, hun kracht te maken. En bij de opklimmers zien we dat het zo is dat deze jongeren heel erg op zoek zijn eigenlijk naar houvast in de maatschappij. Zoals je ziet staan, hebben relatief veel mensen in dit segment geen startkwalificatie. Is het ook veel logischer voor deze groep om hen te werven op plekken waar zij zijn. Bijvoorbeeld de supermarkt, bijvoorbeeld horeca, logistiek, waar jongeren al aan de slag zijn in hun bijbanen. En ook voor deze groep, want dat bespraken we net in het begin ook al, is het heel vaak een keuze tussen. Zij moeten al heel relatief hard werken om alles op de rit te houden. Dus het is voor deze groep nog belangrijker om in je werkersverhaal heel duidelijk te maken, oké, wat zit het voor hen? Wat gaat het hen opleveren? Waarom? Wat zit er in voor hen? Wat krijgen zij daarvoor terug als ze zich vrijwillig inzetten? Dat is voor dit segment super belangrijk. En om hun nou echt een goede plek te bieden in de organisatie, is hier, dit lijkt ook wel een beetje op het vorige segment, maar ook gewoon goede begeleiding, duidelijkheid, veel contact. Dat is voor deze groep ook super belangrijk, zodat ze zich ook echt gezien en onderdeel voelen. Dan hebben we de verbeteraars. Dit zijn dus de jongeren die al eigenlijk heel, wat ik net zei, het bijna logisch vinden om vrijwilligerswerk te doen. Of wat ook heel veel in hun omgeving zien en dat eigenlijk onderdeel van hun dagelijks leven zien. Dus hierin zie je ook, zij komen, eigenlijk kloppen ze vaak al bij partijen aan. En daarom is het voor deze groep heel belangrijk om een duidelijk verhaal te hebben. Wat kun je hen bieden?
En laat verbeteraars ook echt zien van wat kunnen zij dan specifiek bijdragen voor jouw organisatie. En wat hebben zij daar uiteindelijk aan. En omdat deze groep al eigenlijk, wij noemen dat bij ENR soms ook wel zo georganiseerde jongeren. Die zijn eigenlijk al heel erg actief en hebben al heel veel ideeën. En zijn er ook al van overtuigd dat hun ideeën ergens zouden moeten landen. Dus om hen goed te laten floreren is het belangrijk dat je veel ruimte geeft voor hun eigen initiatief. Deze jongeren weten waar ze voor ze willen gaan, zitten vol met ideeën. Dus voor deze groep is het eigenlijk het beste om hen gewoon zo goed mogelijk te faciliteren, flexibel te zijn en echt te kijken waar hun ideeën vandaan komen. Dan de teruggevers. Dat zijn jongeren die eigenlijk meer getriggerd worden door, hier staat er de why, maar dat kun je zeggen de missie of het DNA van een organisatie. Waar staat een organisatie voor en waarom zijn zij daarvoor, of kiezen zij daar bewust voor? Dus zij zijn wel mensen die zijn op zoek naar plekken om zich vrijwillig in te zetten. Of dat zit wel in hun hoofd. Of ze hebben daar ook wel ideeën bij van, oh ja, bij deze organisatie zou ik graag willen werken. Of daar wil ik een steentje aan bijdragen. Dus daarbij is het belangrijk dat je zichtbaar bent. En ook weer dat je je duidelijk uitspreekt over waar jij voor staat. Want dan zul je deze groepen daar heel mooi op kunnen aanspreken. Dit ligt ook heel erg in het verlengde, omdat zij al zo zelf geactiveerd zijn. Kunnen deze jongeren ook heel zelfstandig werken, kun je veel vrijheid geven. Maar is het ook belangrijk om voldoende waardering te bieden. Juist omdat ze al zo georganiseerd zijn, hebben zij misschien ook juist behoefte om nog meer alle kansen te grijpen, om trainingen, zelfontwikkeling, dat soort dingen. Dus dat is iets wat je heel concreet kan bieden, om die teruggevers ook echt te laten floreren. Dan hebben we de comfortzoekers. Nou, dit zijn de jongeren die je eigenlijk ook wil ontmoeten op de plekken waar ze sowieso al zijn. Dus denk gewoon aan school, aan clubs, aan verenigingen. Daar ga je ze tegenkomen. Van deze jongeren vraag je best wel veel. Als je zegt, we organiseren iets, kom hier naar ons toe. Als je comfortzoekers wil bereiken, dan moet je ze ook echt vinden op de plek waar ze van nature al zijn. En in het vorige stukje zagen we dat zij soms zich ook wat passief kunnen opstellen. Dus om deze jongeren echt te activeren, om ze echt aan te krijgen, moet je op zoek gaan naar een manier om hen eigenlijk te confronteren met hun behoeften, met hun leerbehoeften en wat ze willen ontwikkelen. Bij dit stukje zit het heel erg in de vragen die je ze wil stellen, waardoor zij eigenlijk gaan inzien dat ze bij je organisatie heel veel kunnen halen. Maar om deze jongeren echt te activeren, moeten triggeren, dat zij zien dat zij die behoefte hebben, want die hebben ze, als je het hen zelf op dit moment zou vragen, nog niet, maar misschien door een bepaalde benadering, activiteit of ik kan zeggen bijvoorbeeld school, gastles, zul je deze groep wel in beweging kunnen zetten. En deze jongeren zijn dus niet spreken zich niet per se heel erg uit dat ze zich heel gemotiveerd voelen of zich heel betrokken voelen, maar je ziet vaak in het samenwerken, dat het eigenlijk leuker is dan dat ze hadden verwacht. Dus ook in het behouden daarvan is het belangrijk dat het ook leuk blijft. En dat het ook heel erg behapbaar blijft. Kijk, het kan zijn dat je, volgens mij werd het voorbeeld net ook genoemd, dat het iets verplicht was. En uiteindelijk was het ook heel erg leuk. Nou ja, om dat ook te kunnen behouden is het ook belangrijk dat je daarin ook kleine stapjes zet. Zodat ook jongeren nog steeds weten waar ze aan toe zijn. En dat ze ook weten van, oh ja, ik ben hier goed en ik zit hier op mijn plek. Dit is een leuke plek. Zonder dat zij heel expliciet tegen anderen zeggen, ik doe vrijwilligerswerk. Dan heb je nog de overwegers. En dat zijn jongeren waarvan we ook zien in alle andere projecten waarmee ik, of organisaties waarmee ik samenwerk, dat het jongeren zijn die partijen graag wel zouden willen betrekken. Maar van het best wel lastig is om van hoe kun je hen nou bereiken of hoe kun je hen nou overtuigen om mee te doen aan jouw project of traject. En daarin staat hier ook gebruik de juiste rolmodellen. Binnen ENR werken we dus ook heel veel met sleutelfiguren, dus mensen die van nature ook dicht bij jongeren staan. En waarbij het bijvoorbeeld heel goed kan werken als iemand anders tegen hen zegt van, oh, ik heb hier een kans en ik denk dat het supergoed bij jou past. Dus dat je echt heel erg, om deze groep echt in beweging te krijgen, dan moet je heel erg op zoek gaan naar de warme lijntjes, of de korte lijntjes, de warme contacten die om zo'n jongeren heen staan. Denk aan school of voorbeeldfiguren binnen een sportclub of wat dan ook. En die
de jongeren wijzen op de mogelijkheden die bij jouw organisatie liggen. En hierbij is dus de vrijblijvendheid heel belangrijk, want het kan ook echt een drempel zijn voor jongeren als ze nog niet zo goed weten wat ze er zelf van hebben of hoe het leuk voor hen gaat zijn. Als ze al het gevoel hebben dat ze zich ergens aan committeren. Dus vrijblijvendheid is ook heel belangrijk in het eerste contact. En in het behouden van deze jongeren, is het heel belangrijk dat ze zich ook gezien voelen, persoonlijke begeleiding. Nou, dat zie je natuurlijk op heel veel plekken terugkomen, op heel veel segmenten. Maar ook weer het behapbaar blijven. Zij moeten blijven zien van, oh ja, ik ben hier goed in. Ik ervaar dat ik het toe doe, dat ik hier een bijdrage aan lever. Want dan kun je eigenlijk dat vlammetje steeds harder laten branden, om het even in die context te blijven. En als ik het goed heb, ja, zijn we nu alweer door alle segmenten heen. Dan zoek ik jullie even op. Zijn er vragen over wat ik tot nu toe heb verteld? Of dingen waar je nog meer toelichting op wil? Ik zie dat er getypt wordt, dus we wachten even de chat af. Tot nu toe geen vragen, maar ik zie wel dat er getypt wordt. Ja, je mag van mij ook komen, dat we even met een handje weer spreken. Nog een vraag over deze presentatie. Nee, presentatie wordt niet gemaild. Dat kan allemaal op onze site wel worden nagekeken. En ook op de site van de NJR, hè, waar Tanja net zei. Dus hou dat vooral ook even de NOV-site in de gaten. Misschien zijn er nog vragen ook over de laatste stukken. Dat was jouw vraag ook, Tanja. Ja, Paulien. Ik zie met name ook een... Ja. Ik ben wel benieuwd of jullie ook hebben gekeken naar hoe dan de verschillende segmenten zich... Nou ja, segmenten, vrijwilligers, tot elkaar verhouden. Dus we hebben bijvoorbeeld een aantal initiatieven waarbij we met... soms wel 10 of 15 jongeren samenwerken. En daar merk je natuurlijk hele grote verschillen. Ook qua beloning of qua waardering. Hebben jullie daar ook naar gekeken op een of andere manier? Hoe zij in de groepsdynamiek... Wel interessante vraag. Voor dit specifieke onderzoek hebben we daar niet meer naar gekeken. Ook omdat dit eigenlijk een eerste inventarisatie was. Ook bij het vormgeven van de maatschappelijke diensttijd. Dat zeg wat maakt of wat moeten we aanbieden. Zodat verschillende type jongeren hun plek vinden. Ik kan wel voor mezelf misschien een beetje vertellen over hoe ik dit dan bijvoorbeeld ook gebruik. In mijn werk met bijvoorbeeld jonge vrijwilligers. Want precies dat stukje tussen... contact en controle, kan daar best wel veel verschil in zitten waar jongeren behoefte aan hebben. Ik heb veel gewerkt met vaste groepen, waar jongeren die best wel divers zijn in wat zij komen halen in het project. Dus ook inderdaad de beweegredenen, maar ook wat zij komen brengen, wat zij al van nature heel goed kunnen. Ik heb jongeren gehad die super goed kunnen inspreken en daar heel comfortabel in zijn en altijd hun zegje klaar hebben. En ik heb ook heel veel jongeren gezien die juist best wel zoekende waren en ook nog niet altijd overtuigd waren van dat wat zij... dachten of vonden dat ook de moeite waard is om heel expliciet op tafel te leggen. En dus daarin zie je dus eigenlijk binnen dezelfde... en deze vrijwilligers in dit traject waar ik het nu over heb... waren jongeren die andere jongeren begeleiden in debatten. Dus dat zij met elkaar gingen bedenken van... wat willen we tegen de minister vertellen en hoe gaan we dat vertellen? En een aantal waren daar dus super goed in de groepsprocessen en in iedereen meekrijgen. En een aantal anderen waren heel erg goed in de politieke impact en het verhaal wat je moet vertellen en hoe je dat gaat vertellen. En dan binnen die groep werken zij natuurlijk ook heel veel met elkaar samen. Dus ik zag heel duidelijk terugkomen dat je dus echt die verschillende motivaties in één groep kan hebben. Maar wij bespreken dat ook heel erg met de jongeren zelf. Van wat vind je prettig? Je stelt natuurlijk bepaalde kaders als zij zich inschrijven voor deze functie. Zij worden daarvoor opgeleid. Dan verwachten we daar ook een aantal dingen van. Dus het is heel duidelijk hoeveel dagen zij zich moeten inzetten en wat we daarvoor verwachten qua voorbereiding, et cetera, et cetera. Dus dat is in principe voor iedereen hetzelfde. Beloning is voor iedereen hetzelfde.
Maar we bespreken wel van bij een aantal jongeren zie ik van, oh, zullen we volgende week ook even bellen om te kijken of dat allemaal lukt? En andere jongeren zeggen, nee, valt mij niet lastig. Ik dan tot aan mijn week en dan die weken over maak ik het en dan weet ik dat het klaar zit. Dus dat is ook een soort van, ik denk in eerste instantie investeren in die persoonlijke band, maar ook heel goed met jongeren zelf bespreken. Ja, waar zij behoefte aan hebben. Dus dat je wel voldoende ondersteuning biedt. Zodat ze zich niet aan hun lot overgelaten voelen. Of een beetje verdrinken in alle verantwoordelijkheid die je ze geeft. Maar tegelijkertijd ze ook beschermen dat ze zichzelf niet voorbij rennen. Of daarin juist weer bemoedigd voelen. Maar we hebben dat niet gelinkt aan het onderzoek zo. Maar ik hoop dat dit een beetje helpt. Hielke. Yes. Ja, mijn vraag ligt een beetje in het stukje beloning van jongeren willen ook graag zien wat het ze oplevert. En daar ben ik voor zelf ook wel in mijn project best wel naar aan het zoeken van wat leeft het nou hun op? En ik was benieuwd, joh, zijn er een beetje een aantal algemene dingen waarvan je zegt, dit slaat goed aan bij jongeren als ze, kijk, persoonlijke ontwikkeling is heel breed en dat kan van alles zijn. Maar bijvoorbeeld, we zijn ook aan het kijken, kunnen we iets van trainingen of zo aanbieden wat interessant is voor jongeren, maar wat dan, zeg maar. Hè? Dus ja. Ik weet niet of je daar nog iets op hebt. Ja, nee, goede vraag. Wij bieden zelf ook wel veel trainingen aan de jongeren waarmee we werken. Enerzijds omdat ze die trainingen nodig hebben om hun functie goed te vervullen. Maar anderzijds checken wij ook altijd bij eens van waar hebben jullie behoefte aan en wat zou een goede toevoeging zijn. Dus zo proberen we dus een middenweg te vinden van dit zijn dingen die zijn gewoon nodig of dit is nodig om een bepaalde kwaliteit neer te kunnen zetten. En dit soort dingen leven bijvoorbeeld in de groep. Soms zeggen ze, misschien zou je iets kunnen vertellen over wat deze jongeren doen of wat ze je willen laten doen. Of dan kan ik misschien een beetje daar hard op meedenken. Anders blijft het nog steeds heel algemeen van vraag het de jongeren zelf. Ja, goeie. Ik heb bijvoorbeeld zelf hebben we een soort flexpool. En daarin heb ik eigenlijk jongeren zitten, een stuk of 15 nu inmiddels, waarin ik eens in zoveel tijd gewoon een hele flexibele vacature inzet. Dus waarin ze dus zich kunnen inzetten op een moment waarop ze dat zelf willen en waarop ze zelf zeggen, hier ga ik op aan. Maar ergens wil ik ook een beetje een stukje training / cursus / iets aanbieden waarvan je enerzijds dus kan zeggen, daar bereik je misschien of een beetje die carrièremakers mee, of je bereikt daar iets meer de mensen mee van die iets willen leren. Maar daardoor zit ik altijd een beetje in het hele brede te zoeken ook. En dan denk ik, zijn er misschien algemene dingen, nu aan het kijken, een soort van persoonlijkheidsontwikkeling, waar richt je je dan op, zeg maar? Dus in die hoedanigheid ben ik een beetje aan het zoeken van, op werving. Het is ook interessant voor de werving voor mezelf om te kunnen zeggen, we bieden deze training aan. En wat is dan echt interessant voor jongeren? Ja, precies. Je zou dus kunnen kijken in die vacatures van wat is daarvoor nodig? Of wat maakt dat ze het nog beter kunnen doen? Dus wij bieden bijvoorbeeld ook heel veel trainingen aan over groepsdynamiek of storytelling. Omdat dat heel, weet je wel, je eigen verhaal kunnen vertellen is iets wat in een bepaald project heel heel nuttig kan zijn. Maar dat is ook iets wat jongeren zeggen van, op school ben ik hier ook veel beter in geworden. Dus je zou kunnen kijken naar gewoon algemenere skills of skills die heel duidelijk aansluiten bij de functie die zij gaan doen. Maar zeker omdat ik jou wil zeggen dat jongeren misschien meerdere keren ingezet gaan worden, zou het ook interessant zijn om te kijken van dat je een soort van gradatie maakt. Kijk, jongeren kunnen vanuit zichzelf als ervaringsdeskundige worden ingezet of vanuit die vrijwillige inzet. Maar je zou ook kunnen kijken van als iemand een x-aantal keer heeft meegedaan of zich heeft ingezet, kan diegene ook misschien weer een andere rol krijgen binnen een project of binnen zo'n vacature, dat diegene weer een nieuw persoon onder zijn hoede neemt of daar juist een stukje training of coaching of intervisie voor verzorgt. Als dat iets is wat jongeren interessant vinden, als zij zeggen, ik vind het overzichtelijk dat ik af en toe iets kan doen en voor de rest heb ik al heel veel op mijn bordje. Dus ik denk dat het belangrijkste is om gewoon ook weer bij de jongeren uit te vragen van wat zou ook van toegevoegde waarde zijn. Want het kan super interessant zijn om daar dus verschillende rollen in te gaan onderscheiden. Want dat geeft ook weer een beetje, dat je houvast krijgt op de ontwikkeling die je hebt gemaakt. Dat je erkenning krijgt voor dat wat je doet en dat je eigenlijk steeds meer een expert wordt in wat je aan het doen bent. Maar het is dus ook wel even zoeken naar de juiste balans. Dus dat het voor jongeren niet een heel opleidingstraject wordt.
als zij zijn ingeschreven omdat het laagdrempelig is. Dus dat is denk ik iets wat je zelf even kan onderzoeken. En ik zou sowieso heel erg aanraden om met jongeren ook een goede intake te doen. Dus dat je ook vraagt, niet alleen van wat wil je eruit halen, maar ook dat je met hen een soort van nulmeting kan doen van, oh ja, hier ben ik goed in, maar dit wil ik nog meer inzetten. Door een gesprekje vooraf, tussendoor en uiteindelijk te doen, maak je van die persoonlijke groei veel duidelijker. En lukt het hen vaak ook beter om daar woorden aan te geven wanneer ze in een sollicitatiegesprek zitten of wanneer ze moeten uitleggen wat ze in hun vrije tijd nog meer hebben gedaan. Dus dat kan soms al heel laagdrempelig zijn om ze daarop aan te sturen. Van, goh, wat wil je eruit halen? Wat heb je daar uiteindelijk uitgehaald? En ja, daar moet je ook naar kijken hoor. Maar we werken bij sommige projecten ook met bijvoorbeeld certificaten. Dat je dat is iets heel statisch en officieel. Dus daar moet je ook kijken van, past het of staat het in verhouding? Maar dat zijn ook wel dingen die gewoon waarde geven aan wat ze hebben gedaan. Mooi, leuk. Ja, leuk inderdaad ook dat meetbaar. Het is natuurlijk ook wel heel belangrijk om te zeggen. Ja, cool. Dankjewel. Zo. Paulien, is dat nog een oud handje of een nieuw handje? Want anders dan... Ja, nou, hij is weg. Ik zie op dit moment geen vragen meer. Oké, mooi. Dan heb ik vragen voor jullie, natuurlijk. Heeft iedereen pen en papier bij zich? Want ik zou iedereen willen uitdagen om even voor zichzelf op te gaan schrijven. Dus wie geen pen en papier heeft, kan dat nu even pakken. Dan ga ik ondertussen even het scherm delen. En dan zijn er eigenlijk drie... Oh, ja, zoek het goed. Ja, nu zien jullie het scherm weer, hè? Of mijn scherm. Ja. Ja. Ja, drie punten. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk drie dingen waarmee ik jullie een beetje aan het denken wil zetten. De eerste vraag is, waarover ga je morgen met je collega in gesprek uit deze sessie? Welk inzicht wil je meenemen naar het eerstvolgende wervingsmoment? Want ik hoorde al heel veel aan het begin van deze sessie terugkomen van hoe zit het met werven. Dus welk inzicht wat je net hebt gezien en gehoord... wil je meenemen naar het eerstvolgende wervingsmoment? En wat heeft je aangezet? Wat heeft je getriggerd? Waarvan gaan je radertjes aan? Waar wil je meer over weten? Ik geef jullie nu even, laten we zeggen 5 minuten de tijd, om even voor jezelf rustig dit op te schrijven. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Hoor ik heel graag wat jullie hiervan willen delen. Is het voor, ik ga er niet van uit als ik niks hoor, dat het gewoon duidelijk is. Tanja, wil je het ook in de chat hebben of wil je dadelijk gewoon in gesprek erover? Nee, we gaan even in gesprek. Dat vind ik wel leuk. Is goed. Ja. Dan stel ik voor inderdaad even een paar minuutjes en dan komen we weer bij elkaar terug. Ja. Ja, en ook even voor de heads-up. Dit is ook het laatste onderdeel vanuit mij. Dus mocht er daar een vraag zijn, is daar heel veel tijd voor. En anders zijn we gewoon lekker op tijd klaar ook. Oké, ik heb de... het delen gestopt, dus ik kan weer wat mensen zien. Ik heb jullie 5 minuten de tijd gegeven. En ik ben nou eigenlijk heel benieuwd om even te horen wat jullie willen delen van wat je zojuist hebt opgeschreven. Als iedereen zich daar comfortabel bij voelt, dan zou ik het wel leuk vinden om nog het laatste stukje even met elkaar te doen. Dus dat iedereen die dat wil, even zijn scherm aanzet. En dat we nog even met elkaar na kunnen praten over de dingen die we net besproken hebben. Dus bij deze uitnodiging om ook lekker je camera aan te zetten als je je daar prettig bij voelt. Dan hoor ik daarna ook heel graag van wat mensen wat jullie zo al hebben opgeschreven. Kijk, dit is voor mij echt stukken leuk. Ik zat net gewoon 1,5 uur tegen mijn eigen PowerPoint aan te praten. En nu zie ik tenminste gezichten. de eerste vraag die ik jullie stelde nog tot slot is, waarover ga je morgen met je collega in gesprek? En ik zag een aantal van jullie nu nog even wat dingen opschrijven, dus dat betekent dat jullie aan het schrijven zijn gegaan. Wie wil daar iets over delen? Toon. Oh, je staat nog op mute. Dus we horen je nog niet. Ik zeg, het toeval wil dat ik volgende week een evaluatie heb omtrent ons vrijwilligerswerk. Ja. En met ons bedoel ik, ik ben werkzaam binnen Prism, zorg aanbieden van mensen met een verstandelijke beperking. En ik heb daar de rol van programmaleider vrijwilligerswerk. En samen met een servicepunt vrijwilligers, bestaat uit 5 vrijwilligers,
beheren wij samen onze mailbox en geven wij samen vorm en inhoud aan ons vrijwilligersbeleid. Mm-hmm. En we kijken ieder jaar ook samen weer terug van wat hebben we het afgelopen jaar gedaan, maar ook hoe, wat gaan we voor het komende jaar op de agenda zetten. Dus ik ga zeker dit delen, van, hè, want het staat al wat langer, maar opnieuw een impuls geven. Hoe kunnen we de werving voor jongeren meer en dynamischer gaan invullen. Vervolgens hè, is het toeval ook zo mooi dat ik vanmiddag nog een gesprek heb gehad met het ROC in het kader van het Maatjesproject. En ik ga daar een aantal gastlessen verzorgen in het kader van Maatjeswerk. Dus ik ga er ook zeker nog meer aandacht geven aan wat is er voor de student ook juist te halen. Ja. Ja, hoe goed staat het op je cv, et cetera, dat soort dingen. Ja. Zal ik zeker nog extra weer in de picture te zetten. En ja, en ik denk in het algemeen, hè, wat mij aan heeft gezet, is dat we toch, willen we jongeren bereiken, nog veel duidelijker moeten zijn over wat er voor hun te halen valt. Hè, welke winst zit er eigenlijk en hoe legitiem wij dat ook vinden. Hè, dat je ook vanuit een carrièreperspectief hè, of voor je cv dit wil doen. Ja. Dat absoluut geen probleem is en dat we dat zelfs toejuichen. Ja, precies. Ik vind het mooi dat je dat zegt. Ja, want dat kan gewoon. Soms lijkt het alsof we alleen maar vanuit de maatschappelijke of hoe zeg je dat? Menselijke reden dit willen doen. Maar het kan soms ook heel pragmatisch zijn dat het heel goed aansluit bij daar waar je op wil ontwikkelen. En als ik je misschien nog een advies mag meegeven. Je hebt, wat ik net een beetje heb laten zien, zijn heel veel verschillende profielen. En ik zou zeggen, maak een keuze. Kijk even voor jezelf van, oh ja, deze mensen hebben echt iets te bieden. En dan kun je daar ook heel specifiek je verhaal op insteken. En als dat 2 van de 7 segmenten zijn, nou, dan is dat volgens mij al een hele mooie stap. Als je die jongeren kan aanspreken. En dan is dat gewoon een begin om misschien later andere type jongeren aan te spreken. Oké, dank je. Alsjeblieft. Ik ga het even doen. Goed zo, goed dat te horen. Nog iemand anders die iets wil delen of die misschien ook nog iets wil vragen, mag ook zeker. Dus wat is het wat je, waar je met collega's in gesprek wil? Of nou, wat heeft je echt aangezet waarvan je denkt, hé, hier moet ik op verder denken? Zijn daar nog specifieke dingen van die je nog met deze groep wil delen, met mij wil delen? Ik vond het, Tanja, wel interessant toen je het over persoonlijke coaching had. En dan zei je dat je met elke jongere die je hebt, moet je kijken op dimensies van contact en controle. Wat hebben ze nodig? En dat sommige jongeren met een bepaalde profiel, van je, wat je hebt benoemd, meer die persoonlijke contact nodig hebben. En regelmatig contact en gezien te worden, zeg maar. En dan... anderen hebben juist nodig meer, meer ruimte en meer verantwoordelijkheid. En, dus dat neem ik mee. En dan mijn vraag is, waar, ik, waar je mij aan hebt gezet voor die vraag, is hoe herken je die profielen in jongeren? Hoe weet je dat je nu met een carrièremaker te maken heeft? En hoe weet je wanneer je met de... Weet je, of wat betekent dat echt in de praktijk? Weet je, hoe kan je een beetje inschatten... Wat heeft die jongeren nodig waar je mee werkt? Maar daar heb ik ook een beetje al antwoord op gegeven. Dat je ook vraagt van wat vind je, heb je zelf nodig? Wat vind je prettig? Dus het is nu de vraag. Hoe zet je het om in praktijk, om in de coaching echt een verschil te maken voor de jongeren? Ja, nee, dat snap ik. En dat is ook best wel zoeken. Hè? Dat is natuurlijk ook zeker geen pasklaar antwoord. Of ik kan me ook voorstellen dat jullie... in de profielen die ik net liet zien, dat je zag van jongeren, oh, die kan ik misschien wel in 3 profielen plaatsen. Wat ik in het begin ook al zei, het is natuurlijk niet zo allemaal hakjes als dat we dat nu ons voorstellen. Maar ja, ik zou, of ik merk zelf bij AI dat we best wel veel halen uit een goed intakegesprek. Is dat je, in het begin is het misschien best wel intensief, dat je daar echt even de ruimte voor neemt. Maar op die manier kun je dan dat wel een beetje... ja, afstemmen wat passend is voor de jongeren. Maar tegelijkertijd, dat is ook de valkuil, daar trap ik mezelf ook op, is dat je kunt uiteindelijk natuurlijk niet voor iedereen tot in de treuren totaal maatwerk leveren. Dus daar moet je voor jezelf natuurlijk ook wel een balans in vinden. Of je wil zelf natuurlijk ook grenzen stellen in, hè, waar kun je jongeren wel in faciliteren en waar niet. Dus ja, daar kan ik opnieuw niet echt een eenduidig antwoord op geven. Maar ik denk, ja, dat het wel al heel waardevol is als je in je kennismakinggesprek daar wat
aandacht aan besteedt. Want dan kun je zelf ook duidelijk laten zien van wat is er mogelijk. En ook dat de jongeren zelf kan ontdekken wat werkt goed voor ze. Ik heb ook jongeren gehad, ja, die ik wel eens wekelijks even moest bellen om een soort van bij de les te houden. Maar waarvan ik later wist van, oh ja, die zit er wel goed in, dan komt het wel goed. En ja, dat is ook een beetje wat in de verloop van tijd misschien gaat veranderen. En ook wat je dus ziet in die profielen, dat ze misschien in het begin binnenkomen als degene die het nog niet zo goed weten. En toevallig een beetje daar beland zijn. En voor wie in de loop van de tijd vrijwilligerswerk bijna logisch wordt. Of gewoon onderdeel van hun identiteit. Dus ja, dat is natuurlijk ook, dat is ook iets wat zich kan ontwikkelen, denk ik. Pauline. Ik heb daar nog wel vragen over. Want dat vind ik juist heel interessant. Hè? Dat intakegesprek. Hebben jullie daar bijvoorbeeld ook iets van standaardvragen? Of iets van een format wat je zou kunnen gebruiken? Ik zeg niet dat je een lijstje moet afnemen. Maar eigenlijk een soort type intake formulierachtig. Wat je gedurende de tijd ook kan gebruiken. Bij mochten ze veranderen qua profiel. Wat gewoon vaak gebeurt. Is daar zoiets voor? Of zijn dat meer de vragen die je in je onderzoek hebt gebruikt? Nee, eigenlijk denk ik zelf meer, of wat we bij ERF meer gebruiken, is dat je, kijk, heel veel projecten of vrijwilligersfuncties die zij gaan doen, daar zit een vrijwilligerscontract bij en daar zitten een aantal voorwaarden bij. En eigenlijk is dat het eerste moment dat je gaat bespreken wat verwachten van jullie. Heel sec van zoveel uur inzet of zoveel keer daar zijn, deze training volgen. Maar daar zit natuurlijk aan gekoppeld een veel zachtere inteken. Dat je op zoek bent van waarom wil je meedoen of wat maakt voor jou die meeting geslaagd. Of ik weet dat je 2 uur moet reizen om hier op zaterdag te zijn. Wat wil je daarin terugzien? Dus dat je op die manier eigenlijk heel erg op zoek daarnaar gaat. En wat wij wel gebruiken, als ook jongeren weten soms niet zo goed van waar zijn ze eigenlijk goed in of wat vinden ze eigenlijk leuk of hoe kunnen ze dat gaan inzetten. En we hebben dan binnen ERG een eigen methode ontwikkeld, het heet Sterke Puntenspel. Dat is best wel laagdrempelig en het is ook zeker niet magisch of heilig. Maar wat we zien is dat het gewoon heel goed werkt om een gesprek te voeren over wat wil je nou eigenlijk, wat kan je of waar ben je goed in. Die kan ik zo meteen even in de chat zetten. Dat is NJR.nl/test. En daar zijn gewoon een x-aantal stellingen. Waarbij je op een balkje aangeeft wat je meer aan de linkerkant of de rechterkant zit. En op basis van de gegeven antwoorden komen er 3 sterke punten naar voren. Die we ook die we hebben getest bij jongeren. Dat het ook een taal is die zij begrijpen. Dus het kan zijn van ja, ik ben een aanpakker. Ik ben een motivator. Ik ben een beheerder. En die verschillende elementen zie je. Daar kunnen jongeren als eerste, of soms doen we ook een training daarover, dat is veel uitgebreider, dat ze voor zichzelf dat invullen, mensen die hen goed kennen dat invullen, of mensen die iets verder weg van ze in staat dat invullen, welke sterke punten zie je bij die persoon, nou, daar komt een bepaald profiel uit. En dat kan een heel mooi startpunt zijn om daarover te praten van hoe wil je die sterke punten inzetten, of hoe wil je daar dan nog beter over worden. En ik zie gewoon soms dat het voor jongeren helpt om daar een woord voor te hebben. Dat ze misschien wel weten wat ze goed kunnen. Maar dit helpt gewoon heel erg om daar een taal of een systeempje voor te hebben. Maar goed, dan kun je volgens mij op heel veel andere plekken zijn daar ook weer andere namen en systemen voor. Maar het is vooral even na te denken van hoe ga je dat gesprek voeren. En dan kun je het ook over hebben als jongeren langer betrokken zijn. Dat je zegt van, oh, ik heb gezien dat je die aanpakkersrol heel veel hebt opgepakt. Maar volgens mij zit er schuld in jou ook een echte beheerder. Weet je, hoe kunnen we dat stukje nog meer van jou laten zien? En dan weet je allebei een beetje waar je het over hebt. Maar komt het wel ook vanuit de jongeren. Dus ik zal het even in de chat zetten. Dat is gewoon een digitaal. Ja, we hebben het ook fysiek, maar het is ook een digitaal testje. Wat gewoon kan helpen om een beetje te experimenteren. Van hoe ga je dat gesprek nou eigenlijk aan? Is dat een beetje antwoord op je vraag? De test ken ik al, want die past wel toe in een andere setting. Het is meer dat ik zit te denken van ja, misschien is het wel op dit moment gaat een afstudeerster aan de slag met onderzoek binnen onze gemeente om te kijken van welk type vrijwilligers hebben we en wat zou daar dan voor beloning bij passen. En dan is het natuurlijk wel heel erg leuk als je al die segmenten hebt waar je het onderzoek op kan baseren. Maar dan moeten we wel een beetje de juiste vragen kunnen stellen. En die kunnen we zelf natuurlijk verzinnen. Maar het kon zijn dat jullie toch een format hadden waarbij je
ja, het klinkt heel oneerbiedig, maar dat je de vrijwilliger in een hokje kan... Ja, nee, dat snap ik. Ik kan wel even kijken, volgens mij in het onderzoeksverslag staan wel de vragen die zijn gesteld. Dus dat kan misschien even helpen, okay, hoe dat ook geformuleerd staat, of de, ja, de achtergrond van die vragen. Ja. Ik dacht dat je meer bedoelde echte intake met een... Ja, het zit daar aangekoppeld. Wat je uiteindelijk bij een intake waarschijnlijk ook, maar dan op een andere wijze. Hè? Niet volgens een lijstje, maar... Nee, maar... Nee, ja. Dankjewel. Fijn. Nog anderen of die misschien een specifieke vraag willen stellen of nog een leuk inzicht willen delen? Ik wilde wel vragen of dat, dat rapport of dit verslag zeg maar ergens te vinden is. Ja. Ik zal... Ik moet, ik moet een onderzoek doen voor mijn... Voor mijn stage, zeg maar, om het af te ronden. En als ik hier iets voor ga gebruiken, dan wil ik graag een bronvermelding. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, ik kan dus even nog de laatste slide even in beeld brengen. Daar staan nog even alle... Ja, ik heb in ieder geval ook jullie site al even in de chat gezet. Ja, het is best wel zoeken op onze site soms om te vinden zoeken wat je wil. Oh, dan is het heel fijn dat je het zo even kan brengen. Heel eerlijk. Ja, nee, maar dat is prima. Dus dank je wel. Dit is de link, of misschien is het handig als ik die in de chat zet, dat kan ook nog. Maar daar wilde ik dus even mee afronden, dat onderzoeksverslag is dus terug te vinden op onze website, zal het zo even in de chat zetten. Dan kun je het gewoon downloaden en even nog even rustig doornemen. Er zit dus ook inderdaad die bijlage bij van de verschillende vragen en de achtergronden. Als er later, deze week of wanneer dan ook, nog vragen opkomen, specifiek over werving of de dingen die jullie ook aan het begin aangeven... Nou, neem gerust contact op met het expertisebureau. Vanuit NJF vinden we het juist heel leuk en belangrijk ook om onze kennis te delen en te kijken hoe we met anderen kunnen... de ervaring die wij hebben gedaan, die delen we graag. Dus neem gerust contact op en dan praten we graag met je verder. Ofwel ik of een collega. Ik heb aan het begin ook wat verteld over maatschappelijke diensttijd en dat is natuurlijk veel teruggekomen in deze sessie. En mocht je daar meer over weten, dan kun je terecht en doe mee met mdt.nl. Of als je nog specifieke vragen hebt, dan mag je ook natuurlijk mij altijd mailen. Mijn e-mailadres is tanjakuipers@njr.nl. Sorry, en dan zet ik nu nog even de link ook hier in deze chat. Tanja, ook dank voor het delen van alle linken en zo. Echt super dat we dit soort informatie gewoon echt waardevol ook terug kunnen kijken op ons gemak. Is er nog iets van ons wat jij wil weten, Tanja? Wat jou kan, of wat NJR verder kan helpen? Of... Jullie hebben net, een aantal van jullie hebben natuurlijk al gedeeld van dit zoeken mee aan de slag gaan. Maar ja, wij zijn ook altijd benieuwd van, zijn er nog meer dingen waar we op kunnen meedenken of waar we linkjes kunnen leggen? Dat denk ik eigenlijk. En ik zou het ook nog veel leuk vinden om dit nog een keertje fysiek met elkaar te doen en daar verder gesprek over te voeren. Maar goed, dat is misschien voor een ander moment. Maar ik vond het eigenlijk vooral heel leuk om al jullie verschillende vragen te horen. Dus leuke sessie wat mij betreft. En ik denk als er verder dan ook geen vragen meer zijn, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht. En ik hoop dat, dat er wat radertjes aangegaan zijn. En dat jullie weer lekker aan de slag kunnen met nog meer jongeren betrekken in jullie werk. Ja, super, jij ook bedankt, Tanja. En ik denk als er nog vragen zijn, ook hierna, hè, dat kan soms maar op een ander moment opborrelen. Heel fijn dat we jou kunnen mailen. En de mensen, weet je, dit komt ook allemaal op onze site om terug te kijken. En ook op jullie site. En wellicht, Tanja, leuk idee ook om hier eens een keer, zodra het weer kan, vanavond even afwachten. Hè, maar een fysieke bijeenkomst met dit soort thema's, denk ik, dat spreekt zoveel mensen aan. Er zijn zoveel mensen naar op zoek. Dus dat is zo waardevol. Dus super bedankt. En jullie ook allemaal bedankt dat jullie met aandacht en betrokkenheid zijn gebleven bij deze sessie. Als er geen dringende vragen meer zijn en ik zie allemaal bedankjes voorbij komen in de chat, dan rond ik af en dan zien wij of horen elkaar op een ander moment. Dank jullie wel. Succes met al het goede werk. En Tanja, misschien goed als wij nog even blijven hangen. Ja, en aan iedereen veel succes en tot later dan maar. Dank jullie wel. Bedankt.